Hij vertaalt de technologische en sociaal-maatschappelijke trends naar de arbeidsmarkt. Hij schreef ook een boek, hè? Revolutie en werk van werk. Nou, dat past helemaal nu bij het bij. En nu naar je verhaal, jouw 10 minuten. Ik sluit me helemaal aan vooral bij de eerste twee sprekers. Die hebben al een hoop gras voor mijn voeten weggemaaid. Alleen, ik heb wel een andere verhaaltrek, of een andere vraagtrek aan de hand van het verhaal. Ik geloof absoluut dat we uiteindelijk naar een basisinkomen moeten. Dat we naar een andere welvaartsverdeling moeten. Alleen dat is een oplossing waar, als ik nu gewoon naar de maatschappij kijk, nog minimaal 10, 20 jaar mee bezig zijn voordat de geesten daar echt rijk voor zijn. Ik geloof niet dat we die sociale ontwikkeling zo snel gaan maken. Ik deel de mening van Ronald dat we een probleem kunnen hebben, dat er heel veel banen overgenomen worden. De vraag die ik ga stellen, en ik stel hem nu vast aan het begin en dan kom ik direct weer op terug, zo'n cirkeltje maken, is alleen niet hoe overleven de hoogopgeleiden die hier zitten, die het allemaal zien aankomen. Dat vind ik namelijk een probleem dat we allemaal in staat zouden moeten zijn om zelf op te lossen. Hoe bereiken we die laagopgeleiden die geen idee hebben wat op hun afkomt en over 15 jaar een baan kwijt zijn? En dat wil ik nog. Ik heb geleerd om niet al te brede vragen te stellen, want er komen altijd hele brede en uiteindelijk relatief zinloze vragen antwoorden, omdat je er in de praktijk niet zo heel veel mee kan. Dus ik wil het wat concretiseren. We weten dat de zelfrijdende auto eraan komt. Google zegt 2020, BMW zegt 2025, dus ergens de komende 5 tot 10 jaar hebben wij zelfrijdende auto's. We hebben al drones, Amazon heeft zijn eerste testen al gedaan met het bezorgen van pakjes via drones. Ik heb gisteren aan mijn moeder uitgelegd dat als ze dus over 5 jaar iets bestelt bij bol.com, dat ze dus een telefoontje krijgt, zou u even de voordeur weer open willen doen en een pakketje van de drone af willen halen. Mijn moeder stond helemaal in de lach, maar aangezien ze mij als zoon heeft opgevoed, vindt ze het niet geheel onrealistisch meer, want in het verleden heb ik wel vaker dit soort bizarre dingen in het opgeleid gehad. Specifiek wil ik dus gaan kijken naar chauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, koeriers, taxichauffeurs, buschauffeurs. Deze mensen hebben over 5 tot 10 jaar geen baan meer. Ik heb laatst in de auto-industrie wat discussie gedaan. Die zeggen, nee hoor, 25 jaar, want we moeten ons hele vloot nog afschrijven. Of ik zeg, heeft Uber een vloot? Nee, jij hebt een probleem. Het is heel simpel. Het gaat niet over de partijen die het zelf doen. Het gaat niet over de leasemaatschappijen. Het gaat namelijk, komen namelijk gewoon nieuwe toetreders. In mindere mate hebben ook monteurs en eerste hulpmedewerkers hier last van, maar die zijn relatief makkelijk omscholen, want die hebben al een bepaalde insteek op banen waar aanverwant werk gaat komen. De discussie overigens of het sociaal is dat die robots het overnemen, vind ik vooral in het geval van auto's heel interessant. Afgelopen woensdag is het zeer interessante boek De Kwetsbare van de onderkant van de arbeidsmarkt. Wat hebben deze ontwikkelingen voor invloed op hun gelanceerd? Toen zei iedereen, ja, het is heel asociaal dat die robots het overnemen. Waarop ik bij mezelf zeg van, nou, er zijn in Nederland, en ik lees het even voor, 650 verkeersdoden geweest in 2013. We weten dat tussen de 90% en 95% van alle verkeersongevallen komen door menselijke fouten. En tussen 5% en 10% door mechanische fouten die, je zou kunnen zeggen, veroorzaakt worden omdat we te laat ons onderhoud doen. Wat je ook nog enigszins als menselijke fout kan doen. Dus is het dan sociaal dat die taxichauffeurs hun baan niet meer hebben, maar wel met z'n allen rijden 650 mensen dood, of is het juist socialer als de systemen het overnemen? En ik gok, als je even 10% aanhoudt, 585 minder verkeersdoden hebben. Wat is sociaal? Dat is een interessante discussie. Banen versus een heel beperkt aantal levens. Wat is een leven waard? Dat zijn altijd interessante discussies om te voeren. Mijn vraag is dus, hoe bereiken we die chauffeurs, die koeriers, die mensen aan de onderkant? Mijn eerste gedachte daarover, want ik ben hier al enige jaren mee bezig, ik heb vorig jaar mijn boek gelanceerd en ik dacht, weet je wat, de meest aangesproken personen hiervoor zijn de vakbonden, want die spreken de taal van die mensen. Ik weet namelijk dat ik hun taal niet spreek. Ik heb daarover een discussie gehad met iemand van CNV Vervoer en die discussie eindigde met, er is geen oplossing voor, of ik zei nou,
Er zijn best oplossingen voor. Nee, want jullie soort mensen denkt alleen in educatie en daar zijn deze mensen gewoon te dom voor. Op dat moment zat ik te denken aan de enige vrachtwagenchauffeur met wie ik wel eens contact heb. Dat is de achterbuurman van een van mijn beste vrienden. Leuke vent, inderdaad, ik heb die moeite af en toe met hem te communiceren. Maar die had zich laatst in zijn hoofd gehaald dat hij de beste darter van de buurt wilde worden. Dus die had van die dvd's gekocht van Taylor of zo, geloof ik dat hij heette. Die man die heel erg goed was. En die heeft dus heel erg goed leren darten. En vervolgens stond hij dus te darten. En nou, mijn vader heeft bij mijn hoofdrekening echt heel hard ingeramd. Mijn vader kon tot 3 cijfers achter de komma binnen een paar seconden. Maar wat die man aan hoofdrekeningen kon doen als hij stond te darten en hoe hij dan uit moest gooien, toen dacht ik, nou, zo dom is die vent niet hoor. Als hij het maar wil. En vooral als niemand hem vertelt dat hij het niet kan. Dat is het meest essentiële, geloof ik, van deze school. Alleen, nou, mijn hoop dat de bonden die dit volgens mij zouden moeten doen, is met de afgelopen cao-onderhandelingen volledig vervlogen. Want het CNV heeft als uitgangspunt, we willen minimaal correctie voor de koopkrachtneiging. En als er dan nog geld overblijft, mag er nog iets in ontwikkeling gestoken worden. En het FNV heeft gewoon gezegd 3% loon erbij en ontwikkeling en dat soort dingen, 3% loon erbij. Nou, daarmee is een beetje mijn idee dat de vakbond zijn leden probeert verder te helpen ook al enigszins vervlogen. Communicatie daarover is ook enigszins gestrand, zeg maar, aangezien ik zei van goh, misschien dat je moet zeggen laten we nou eens eerst in opleiding stoppen. En als er nog geld overblijft, kunnen we misschien iets van de inflatie compenseren, want anders hebben ze over 5 jaar geen baan meer. Maar ja, daarmee trek je geen. Ik heb dus geen idee hoe we deze mensen, die geen de wereld naar doorkijken, die het Acht-Uur-journaal in veel gevallen te ingewikkeld taalgebruik vinden, hebben, bereiken. Ik weet alleen dat we die revolutie, die Ronald aanhaalde van Karl Marx, gaan krijgen op het moment dat deze mensen over 5 jaar een baan kwijt zijn. En dat vind ik heel erg. En ik vind het niet sociaal om nu te zeggen, we weten dat dit gaat gebeuren, wij in deze zaal kunnen allemaal en over de tijd kunnen we dingen, maar we weten dat dit gaat gebeuren. En we informeren deze mensen. Ik zit alleen met mijn handen in het haar, hoe ik ze kan bereiken. Ik weet dat ik niet de aangewezen persoon ben. Ik ben alleen op zoek naar personen die dat wel kunnen, die A, het oor van deze mensen hebben en B, hun taal spreken. En dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe bereiken we de groep mensen die het misschien wel het hardst gaat raken, namelijk de educatieve onderkant van de arbeidsmarkt, dat specificeer ik dan op in dit geval chauffeurs en alles wat daar omheen zit, omdat het dan heel concreet is. Wie zou die mensen kunnen benaderen met, jongens, er gaat iets gebeuren, laten we, want laten we eerlijk zijn, we hebben 5 tot 10 jaar, maar dat hebben we ook nodig om deze mensen te helpen voor een stap te maken. Dat is mijn vraag voor vandaag. Ja. Dankjewel, Bas.